Hallo, en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Magical Rides. En ja, vandaag wordt het echt super magisch. Want ja, iedereen weet natuurlijk wel dat ik van Samson hou. En iedereen weet natuurlijk ook wel dat ik van goochelen hou. En Samson en goochelen, dat gaat heel goed samen. Iedereen kent natuurlijk wel de trucjes uit de afleveringen. En uit de shows zoals deze. Sorry, wat staat de geiten dat te doen? Ik doe de danspassion. Ja, maar schatzen, ik werd er een beetje zenuwachtig van. Ja? Kalm. Ik zal bescheiden dansen. Oké. Hokus, pokus. Wij zijn de Zackfrie en de Zooi. En direct zitten geen en tijgen niet meer in de kooi. Want voor dat je het allemaal wist, zat een tijger in de kist. Boempetak. Voilà. Meer is het niet. En er werd zelfs al gegoocheld in de aflevering van Samson en Marie IJzerstijd. En volgens mij ook Samson en Marie On The Road. Dus het is echt ongelooflijk hoe dat Samson en goochelen bij elkaar gaat. En sommigen van jullie gaan ook dit liedje herkennen. Wij goochelen van hocus pocus pas. De wereld wordt veel mooier dan die was. Een roosje bloemen uit. Ja, keileuk liedje over goochelen, maar eigenlijk gaat het ook gewoon over de wereld mooier maken. En dat kan natuurlijk wel met magie. Maar wisten jullie ook dat er een Samson goocheldoos is? Jawel, er is dus een Samson goocheldoos. Zelf weet ik nog niet heel lang dat deze goocheldoos bestaat. En ik weet ook echt niet het verhaal erachter, maar ik denk wel dat ik het ken. Dus ik ga het gewoon vertellen hoe ik denk dat is. Vroeger had je namelijk deze smulboxen bij de frituur. Als je naar een frituur ging in Vlaanderen, dan kon je een Samson smulbox bestellen. Dat is eigenlijk een soort van Happy Meal. En daar zat een drankje in natuurlijk, een Samson cola. Daar zat denk ik een klein speelgoedje in. Daar zat frietjes in en een kleine snack zoals kipnuggets of een kleine hamburger of hetzelfde wat. En ja... Het leuke was, aan de zijkant van deze smulboxen had je ook zo een puntje staan. En dat puntje dat kon je op een papiertje plekken. En dan kon je eigenlijk unieke dingen verzamelen. Zoals bijvoorbeeld muziekinstrumenten van Samson Gert. Of dingen voor op het strand spelen. En ik denk dat deze goocheldoos ook een van de dingen was die je gewoon kon sparen via de actie. Ik ben er bijna zeker van. Ik weet het niet zeker. Maar ik denk dat de kans heel groot is dat deze doos uit een spaaractie kwam. Nu, ik vind de doos heel mooi op zich. Het is eigenlijk een stevige plastieke doos met aan de voorkant een tekening van Samson Gert gemaakt door Wim Swerts. Die tekening heb je waarschijnlijk al vaker gezien. En hier staan ook de trucs die je kan doen. Nu, we gaan de doos even open doen. En dat is eigenlijk al een trucje op zijn eigen. Voilà. En meteen aan de bovenkant, zien we dit papiertje met uitleg van hoe alle trucs werken. Echt heel leuk gemaakt, met veel uitleg in het Frans en het Nederlands. En er staan ook tekeningen bij dat je gewoon alles heel fijn kan volgen. Alle trucs staan erin, heel duidelijk. Dat is wel fijn voor als je echt de trucs wil leren natuurlijk. Het is mooi uitgelegd, vind ik wel. En dan gaan we over naar de trucs. Het zijn er, even kijken. 1, 2, 3, 4. Het zijn 4 trucs. Had ik ook aan de buitenkant kunnen weten. Nu, bij de eerste kan je al vast meer trucs doen. Bij een touw kan je echt ongelooflijk veel dingen doen. Je moet je echt niet aan de instructies houden.
En bij de touw hoort ook deze ring voor de truck. Maar nogmaals, je kan er veel meer mee doen. Deze ringen dienen niet voor zo ringen in elkaar en zo. Dat werkt hier niet bij. Hè? Ik heb dat als kind wel eens geprobeerd, maar dat is mislukt. Dat ging dus niet. Dan zit hier ook een magisch eierdopje in. Ik probeer dat eruit te krijgen. Ja, hoe werkt zo'n een magisch eierdopje? Eigenlijk heel simpel. Je hebt een balletje. Ik gooi dat balletje eruit. Voilà, het balletje is er heel duidelijk uit. Ik doe zo'n beetje. En dan zit het balletje er gewoon terug in. Keileuk. Dat is een heel fijn trucje. Ja, de volgende truc die erin zit is zo'n een platte schijf. En die platte schijf dient eigenlijk om met een glas, ja, dan moet je erop zetten en dan kan je een muntje tevoorschijn toveren. Ook heel leuk. En als je dan gelijk een muntje hebt, dan kan je dat muntje gebruiken bij deze truc. Dat is heel fijn, dan kan je het zo terug aan elkaar mengen, zeg maar. Wat doe je met deze truc? In dit bekertje gooi je een munt, dan hou je dat bekertje onderaf. En dan doe je dit bekertje onderaf en dan valt de munt hieruit. Dat is echt keileuk. Ik kan het nu niet doen, want ik heb geen muntje. Want ik heb geen muntje tevoorschijn getoverd. Ik had geen glas. Anders was het allemaal gelukt, maar ja, nu niet meer. Maar ja, ik vind het echt heel fijn trucs. De trucs zijn echt, ja, hanky-panky kwaliteit. Wat bedoel ik daarbij? Het zijn echte kwaliteit die je vindt in goocheldoosjes. Dus goocheldoosjes uit de winkel. Dat vind ik wel heel fijn. En het is echt heel fijn om als beginnende goochelaar om dat te kunnen doen. Heel fijne uitleg. Maar voor mij is het vooral als verzamelaar heel fijn. Ik heb een hele collectie aan goocheldozen. Maar deze goocheldoos, die zie ik niet als collectie van mijn goocheldozen, maar als Samson Collectible. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Vooral als Samson fan, om deze te hebben en om deze te leren kennen. Nu, moesten jullie deze goocheldoos zelf hebben, laat me dan weten of het werkelijk gespaard was via deze smulbox. Ik ben echt heel benieuwd of mijn gedachten juist zijn. Heb je misschien andere dingen gespaard bij de smulbox? Laat het dan hieronder ook weten. Ik ben echt heel benieuwd naar jullie verhalen ervan. Hoe jullie de smulbox vonden. Ik heb zelf de smulbox niet heel veel geproefd. Want ja, ik had iets meer eten nodig. Ja, dat kan ik ook niet aan doen, hè. Maar ik vind het leuk om te hebben. Ik vind het heel leuk om te hebben. En ik ben blij dat ik deze goocheldoos toch heb kunnen kopen. Ja, goed. Dit was mijn video over de Samson en Gert goocheldoos. En een beetje informatie over de smallbox. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Als dat zo is, steek dan zeker jullie duimpjes omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Dag, bedankt voor het kijken.